Dat je kijkt, nog steeds, via de televisie of via de computer, maar dat geeft niks, want we zijn bij elkaar en dat is zo fantastisch. En daarom wil ik je hartelijk welkom heten, wat mooi dat je zo met mij verbonden wilt zijn en met Wilte en met deze dienst. En zo willen we ook gewoon maar beginnen. Want ik kan natuurlijk iedereen zeggen van zeg maar even tegen je buurman welkom. Maar ja, ik weet niet of je nou alleen zit of met iemand in de omgeving. Ach, doe het toch maar even. Ja, dan kijk je even om je heen en zeg je, oh, fijn dat je er bent. Oh ja, je hebt misschien al lang goedemorgen of goedemiddag gezet. Maar we gaan beginnen hoor. Kom, doe eens even kijken. Ja, om te beginnen zingen we welkom. Om te beginnen zingen we welkom, licht in ons midden raak ons aan. Geef ons een teken, teken ons leven, gij die ons dat leven brengt. Zingen we welkom, woord in ons midden, spreek ons aan. Schrijf onze namen in de verhalen, gij die ons tot vrede brengt en voor wilt gaan. Om te beginnen, zingen we welkom, woord in ons midden, neem ons aan. Draag ons op handen, houd ons in leven. Ons dat vriendschap ervoor wilt gaan. Nou, dat hebben we net gezongen. Hij, de Heere God, wil ons vrede geven. Ja, en we mogen met elkaar vrede hebben, het goed hebben. Maar je mag ook weten dat de Heere God ook zo naar jou kijkt. En dan hebben we de kaars en die steken we weer aan. Ja, André had mij wel willen helpen, of Anneke misschien wel, maar ik moet het alleen doen. Nou, dat is het mooie van de kaars. Hij geeft licht en hij geeft warmte. En licht is als het soms een beetje donker kan zijn, dan is het licht, hoe klein ook zo'n vlammetje, wauw, dat maakt het verschil. En warmte, ja misschien is dat lekker hoor, als je naar buiten kijkt. Maar die warmte van elkaar zien en bij elkaar horen is ook fantastisch. En zo wil de Heere God met zijn licht en met zijn warmte ook vandaag bij ons zijn. Met zijn warmte en met zijn licht. Nou, dat is wat we ook gaan zingen. Kom bij ons, o Heer, kom bij ons. 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 O Heer, kom bij ons. Hoor ons zingen, Heer, kom bij ons. Hoor ons zingen, Heer, kom bij ons. Hoor ons zingen, Heer, kom bij ons. O Heer, kom bij ons. Hoor ons bidden, Heer, kom bij ons. Hoor ons bidden, Heer, kom bij ons. Hoor ons bidden, Heer, kom bij ons. O Heer, kom bij ons.
dat wil de Heer. Hij wil bij ons zijn, hoor. Want, ik heb het al een paar keer genoemd, hè. De kaars met zijn licht en met zijn warmte. Zo is de Heere God ook vandaag bij ons. Of je nou heel hard kunt lopen, of je zit in een rolstoel. Als je heel veel begrijpt, of het is een beetje lastig. Hij houdt van je. Hier, een dikke duim. Je mag er zijn, want zo wil hij jou zien. Als iemand waar hij van houdt en die er mag zijn. Nou, zullen we dan ook samen bidden? Vader in de hemel, Heer Jezus, zo mogen we weer bij u komen. En in deze viering, in deze dienst. En dank u wel dat u van ons houdt, dat u erbij wilt zijn. Met uw liefde en met uw warmte. Dank u wel dat we ook voor elkaar mogen zijn. En dat u ons ook kent. En dat we gezien worden door u. En zo mogen we deze dienst, deze viering, hier mogen we van u vragen of u ons wilt helpen. Bij het zingen, bij het vertellen, bij het spelen, bij alle dingen die we samen gaan doen. En dat wilt u. En dat danken we u voor. En dat mogen we ook zo bidden in de naam van de Heer Jezus, uw Zoon. Uit genade alleen. Amen. Ja, we gaan zingen. Dit is de dag die de Heer ons geeft. Zullen we dat twee keer doen? Dit is de dag, dit is de dag die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft. Wees daarom blij, wees daarom blij en zingt verheugd en zingt. Zie je dat? Een kameel of een dromedaris en een jongetje en die moeten naar binnen straks. Gaan we straks horen, hoor. Nou, jullie hebben vast wel eens een keer een grote poort gezien van een kasteel op een mooi plaatje. En dat is altijd als je een beetje veilig wilt wonen, hè, dan heb je een poort in een kasteel en een ophaalbrug, maar ook een dik kanon, hè, natuurlijk. Als daar de vijand komt, dan moet dat wel een beetje veilig zijn. Nou, maar ja, die hele grote poort, daar zit soms ook een klein poortje in. Een klein deurtje, waar je gewoon lekker doorheen kunt. Zodat je veilig in de stad bent als er een vijand aankomt. Dat is een poort. Nou, en hoe kun je door die poort komen, hè? Kijk, als je nou heel veel op je schouders hebt, hè, en je hebt zo'n poortje, kun je daar dan doorheen? Wat denk je? Nou, ik denk het niet. Ik denk dat een beetje eraf moet, hè, die last. Want anders lukt dat niet. En die last, nou, die dat kan wel eens even... Dat je een beetje zwaar hebt, hè? Ja, kijk, Donald Duck, die gaat op vakantie volgens mij. Moet je eens kijken. Tjonge, jongen, wat een groot pakket heeft hij mee. Nou, dat past nooit door dat deurtje, hoor. Nou, dat is volgens mij een bepaalde premier, hè? Die ook allemaal lastige dingen heeft, om het zomaar even te zeggen. Maar kijk, je kunt soms ook wel
lastig hebben als je geen vrienden hebt. Of als iemand zo een beetje nadoet tegen jou. Zo zijn er allemaal lasten, hè, die op je schouders kunnen rusten. Kijk, als iemand steeds zegt van, nou, wat ben jij een waardeloos iemand, zeg. Nou, dan voel je eigenlijk wel een beetje een zwart schaap, hè. Allemaal schaapjes en dan voel jij je wel een beetje anders dan anders. Dat is niet leuk. Dat is een last. Maar weet je, soms zijn er ook mensen die hebben heel veel geld. Moet je kijken. Poepoe, heel veel. Ja, en Dagobert Duck, nou dat weet je, hè, die kan er lekker in zwemmen en zo. Maar bij Dagobert ook en soms bij mensen ook, dan is het heel erg ikke. En de rest kan stikken. Nou, zo kun je allemaal dingen tegenkomen die te maken hebben met last. En als je dan naar binnen wil door het poortje, ja, dan wordt het een beetje lastig. Dan moet er iets gebeuren. Dan moet je dat kwijt. Dan moet je natuurlijk dat lastige, dat moet je neerleggen. Anders gaat dat niet, hè. En dan word je weer vrolijk, want dan kun je zomaar door de poort. En daar word ik blij van. En kijk, wat ook zo mooi is, hè? Je kunt al dat geld houden, maar je kunt er ook iets van weggeven. Ja, en misschien doen jullie dat ook wel eens, hoor. Dat je wat kleren over hebt en dat je met de begeleiding of misschien wel zelf iets weggeeft of via je familie. Zo kun je dat allemaal doen. Ja. Hey, volgens mij gaan we een mooi lied zingen. Komt, laat ons zingen vandaag. Zingen tot de eer van God. En dan het tweede lied is klappen en prijzen en bidden. Dat gaan we allemaal met elkaar zingen. Kom, laat ons zingen vandaag, zingen tot de eer van God. Kom, laat ons zingen vandaag, zingen tot de eer van God. Kom, laat ons komen. Zie je, de Heer Jezus, hij wandelt door de heuvels en hij vertelt, nou bijvoorbeeld heeft hij verteld hoor, dat de kinderen die mogen bij hem komen. Ja, want voor hun is hij er, voor hun is ook het koninkrijk. En zo vertelde hij aan de mensen allemaal hele fijne dingen. Ja, en soms ook wel een beetje dingen die een beetje lastig waren, hoor. Ja, dat je een wijnstok bent. Ja, en als je niet bij de Heer Jezus blijft, dan kun je niet mooie vruchten dragen. Dat is wel iets om bij stil te staan. En toen was er iemand die vroeg hem iets. Die vroeg de Heer Jezus, ja, maar wat moet ik dan doen, hè, om zo'n wijnstok te zijn, om bij u te horen? Bij de Heere God te horen, bij u. Dan zegt Jezus, dan geef je de Heere God de eer. Dan zeg je, ik houd van u. En dan ga je bidden. U kent dat liedje ook wel, hè? Lees je Bijbel, bid elke dag. Dan kun je groeien. Dan word je meer en meer van hem. Zo, die meneer moest even nadenken, maar hij zei, dat doe ik eigenlijk allemaal wel, hoor. Ik
bid elke dag en ik lees de Bijbel wel. Nou, zegt de Heer Jezus, weet je wat je nog moet doen? Ja, ga alles maar verkopen. En geef het aan de arme mensen. En dan kun je, nou, dan word je heel rijk, want dan mag je bij mij horen. Oh, dat vond deze meneer wel een beetje lastig, want hij had wel heel veel. Hij zou wel een beetje in Nederland kunnen wonen, hoor, die meneer. Ja, want hij had heel veel. En dat was toch een beetje lastig. Nee, daar hield hij toch wel echt van. Dus dat was... toen ging hij eigenlijk wel een beetje verdrietig weer naar huis. Want ja, nee, dat was wel ingewikkeld voor hem. Nou, de discipelen die vonden dat ook wel een beetje verdrietig, hoor. Die zeiden, hoe kan het dan, hè? Hoe kun je dan bij u horen? Hoe kun je dan bij de Heere God horen? Moet je dan alles maar weggeven? Of hoe werkt dat dan? Nou, zegt de Heer Jezus, het lijkt wel een beetje op een kameel, of misschien een dromedaris, dat mag ook, hoor, die door een klein poortje moet. Dat lijkt wel een beetje op het geloof. En dat vertelde de Heer Jezus. Nou, kijk, ik heb er een mooi plaatje van. Kijk, daar zie je die hele grote muur, hè? Net zoals zo net, met dat kasteel. En daar zit een heel klein poortje in. Nou, dat kleine poortje, daar kun je niet zomaar doorheen, hoor. Nee, maar, kijk, daar hebben we dat jongetje, hè. Nou, weet je, ik noem hem Sam. Sam, ja, die was met zijn dromedaris, met zijn kameel op pad. En die zei, eindelijk ben ik thuis. En het was een beetje laat, dus de grote poort was niet meer open, hè. Nee, dus hij moest door dat kleine poortje. Nou, dacht Sam, dat kan wel, hoor. Kijk maar, ik doe gewoon even, hij moet even op de knieën, een beetje naar beneden. En dan gaat dat vast wel lukken, hoor. Nou, zie je? Oh, het gaat helemaal niet lukken, zeg. Hij past er helemaal niet doorheen. Nou, ja, Sam dacht het al gelijk natuurlijk van, ja, dat zit ook veel te veel op je rug. Nou, die dromedaris die dacht van... Vooruit, dan moet dat er maar allemaal even af, hè. Dus al die mooie tapijten die Sam had gekocht, die werden allemaal even eruit gedaan, afgedaan. En zo, nou, dacht de dromedaris van, nou, gaat het mij wel lukken? En kijk, daar gaat hij. Ah, nee, nog niet. Hij heeft nog een last. Hier, waar hij zo wijs mee is, hè, want daar kan Sam in zitten, hoor. Dat is heel nuttig. Ja, dat is heel belangrijk voor een dromedaris, hè. En voor een kameel dat hij iemand kan tillen en mee kan nemen. Nou, dat wou hij toch eigenlijk niet kwijt. Maar ja, je past niet door dat deurtje, hè. Nee, door dat kleine poortje, dat past niet. Dus moest alles uit. Helemaal in zijn naki, zou je bijna zeggen, hè. Al het last... Alle dingen die lastig waren en die een last waren voor hem, die was hij kwijt. Nou, denk je dat het nu gaat lukken? Dus even kijken, hoor. Wauw, kijk, hij is er doorheen. Oh, wat een opluchting. Eindelijk maar toch, hij was binnen. Nou, en de tapijten konden naar binnen. Ja, want Sam die wilde alles wel meenemen, hè. Nou, zo was eigenlijk wat de Heer Jezus zei, zo is het eigenlijk ook met ons. Als wij allemaal lastige dingen hebben en ja, we hebben veel geld en we doen zo na tegen elkaar, een beetje boos. Ja, dat zijn dan lasten, hè. Ja, die dan een beetje tegen jou werken, hè. En dan zegt de Heer Jezus, weet je, wil je bij mij horen? Ga dan door dat kleine poortje, hoor. En leg die lasten maar aan de zij, aan de kant. Kijk, geef ze maar aan mij. Ja, huppakee. Want je mag er zijn, staat daar. Je mag er zijn. Er is goed nieuws voor jou. Kijk, huppakee. Dan mag je bij mij horen. Al die dingen die jou, ja, die zo lastig zijn, geef ze maar aan mij, zegt de Heer Jezus. En dan kun je vrij zijn. En dan kun je elkaar ook weer helpen. En dan kun je er weer tegen de ander zeggen, yes, jij mag er ook zijn. Dus dan hoef je niet meer boos te zijn. Dan kun je delen
En dat geld, dat, nou geef het maar weg. En eigenlijk is dat wat de Heer Jezus zo graag ziet, hè? Dat wij, wat we zijn, gewoon wie we zijn, dat we dat zeggen van, hier, nou, hier is het. En nou, dan hebben we heel lekker, bij, weet je dat ene liedje, bij Jezus voel je je vrij. Nou, om zo ook naar binnen te gaan. En hij wil je helpen, want hij is de goede herder. Hij zorgt voor je. En zo mogen we uit de Bijbel, door de Heilige Geest, allemaal dingen begrijpen, maar ook aan hem geven. En dan zijn we vrij. En dan mogen we bij hem horen. Dat is wat de Heer Jezus, denk ik, bedoelde met, die, met dat kameel, hè, wat door die oog van de naald paste. Nee, dat kon natuurlijk niet met die grote last. Dat was het. En nu gaan we weer zingen. Als je geen liefde hebt voor elkaar, dan vallen de dromen in duigen. Als je geen liefde hebt voor elkaar, vallen de dromen in duigen. Dromen van vrede worden niet waar, dat is niet om te buigen. Als je geen liefde hebt voor elkaar, leef je buiten Gods gloria. Als je geen liefde hebt voor elkaar, leef je buiten Gods gloria. Als je geen antwoord geeft op verdriet, zullen de tranen niet drogen. Als je het leed in de wereld niet ziet, worden Gods woorden gemogen. Als je geen liefde hebt voor elkaar, leef je buiten Gods gloria. Als je geen liefde hebt voor elkaar, leef je buiten Gods gloria. Als je geen liefde hebt voor elkaar, is er geen hoop meer voor zegen. Kinderen, maak de liefde toch maar, schrijf het op alle wegen. Als je geen liefde hebt voor elkaar, leef je buiten Gods gloria. Als je geen liefde hebt voor elkaar, leef je buiten Gods gloria. We gaan nu luisteren naar een lied dat ook over een poort gaat. En dit zegt, ik zie een poort wijd openstaan. Nou, geniet er maar even van. Oh ja, we gaan het met elkaar zingen. Ik zie een poort wijd openstaan. Waar ik altijd heen mag gaan om vrede te
favorieten. Ik zie een poort wijd openstaan en al die mensen zo lekker mee swingen. Nou, je zou zo door die poort gaan, hè? Dat, wat zei de Heer Jezus ook? Kom maar, met je last, leg het maar in. Ik wil het voor je dragen en je mag door de poort. Wat mooi. Nou, en dan gaan we nu een lied zingen. Laten we nu samen zingen, prijzen, loven de Heer. Laten wij nu samen zingen, prijzen, loven de Heer. Laten wij dat samen doen. Zingen, prijzen, loven de Heer. 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 Laten wij nu samen, zingen, prijzen, loven de Heer. Laten wij dat samen doen. Zingen, prijzen, loven de Heer. 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 Vrolijk lied. Hey, we gaan samen bidden en danken. Vader in de hemel, Heer Jezus, ja, wat is dat toch mooi, Heer, dat u allemaal dingen vertelt in de Bijbel waar we dan weer van kunnen leren. En ja, als dan die meneer allemaal dingen aan u vraagt en zo graag iets wil laten horen dat hij het toch wel eigenlijk heel goed doet, dan zegt u tegen hem, ja maar, geef maar alles wat je hebt. En dat zegt u ook tegen ons. Want die kameel, of die dromedaris, door dat kleine poortje, nou, dat past maar net, hè. Dat is helemaal lastig als daar heel veel last op zit. Als er allemaal dingen op liggen die daar niet doorheen passen. Heer, en zo wilt u tegen ons ook zeggen, geef die last maar aan mij, want ik wil het dragen. En dan zie ik een poort wijd openstaan. Want wat is dat dan mooi, Heer, dat we zo ook op die manier mogen weten dat u van ons houdt en dat wij bij u mogen horen. En Heer, soms zijn we ook best wel een beetje verdrietig. Dan hebben we ook een last omdat er iemand ziek is of dat er iemand overleden is. Heer, en dan vragen we u dat u ons wilt troosten. Heer, die last van het verdriet, dat u het wilt dragen ook, Heer. En dat u ons ook daar bij wil helpen met uw troost. Maar Heer, soms zijn we ook ziek en dan hebben we daar ook last, Heer. Dan willen we ook zo graag dat we weer beter worden. En Heer, ook corona met al die lapjes voor de mond en dat je zo weinig bezoek mag hebben. Heer, ook dat is wel heel lastig. En dan willen we ook van u vragen of u ons wilt helpen om dat ook te dragen, om daar ook mee om te gaan. Heer, en om het ook weer beter te maken. Heer, wilt u dat ook doen? En zo mogen we alles wat we zijn bij u brengen. En het van u verwachten en het in uw hand leggen. En dank u wel dat u zegt, kom maar bij mij als je moe bent of belast. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Wat mooi, Heer, dat we zo bij u mogen schuilen, bij u mogen zijn. En daarom willen we dat allemaal zo van u vragen en bidden. En dat willen we doen omdat we ook heel blij zijn met u. Dat we mochten zingen, mochten luisteren, deze muziek van Wilte mochten horen. Dank u wel dat u er bent en dat u zo ook met ons meegaat. Dank u wel voor alles wat u geeft en dat mogen we bidden in Jezus' naam. Amen. Ja, we zijn alweer aan het laatste lied toe. Wij zijn samen onderweg. Halleluja.
de Heer wil ook voor ons uitgaan, hoor. Om ons te helpen door dat kleine poortje te gaan. Om ons de weg te wijzen. En hij wil ook achter ons staan, hoor. Om ons vast te houden als we het soms moeilijk hebben. En als we, hij wil ook onder ons zijn, hoor. Om ons op te vangen als we bijna vallen, hè, door die zware last. En hij wil boven ons zijn, om ons te zegenen. Vandaag, morgen en alle dagen van ons leven. Amen, amen, amen. Dat wij niet beschamen. Jezus Christus, onze Heer. Amen, God, uw naam zij hier. Bedankt voor het kijken. En Wilte, bedankt voor de mooie muziek. En René voor het opnemen van de dienst. Geweldig. En jij nog een keer bedankt voor het kijken en het luisteren. Tot de volgende keer. Hoi.